Ja, ja, hier is natuurlijk Fishy weer. En welkom bij de allereerste aflevering van A Plague Tale Requiem. Ja, volgens mij zo'n 2 jaar na het vorige deel. Het eerste deel wat uitgekomen is natuurlijk A Plague Tale Innocence. Die ik ook hier op mijn YouTube kanaal heb geüpload. En nu mag ik gewoon het volgende deel ook uploaden, wat natuurlijk heel erg leuk is. Ik hoop dat jullie ervan gaan genieten. Ik vond toen tijd al een hele vette game. En ik had de eerste aflevering geloof ik toen de tijd als testaflevering geüpload. En ik heb daarna gewoon de hele serie gedaan, omdat ik gewoon een super vet verhaal vind. Het speelt zich af natuurlijk de tijden van de Zwarte Dood, hè, de Plague. Ik heb ook trouwens van Plyon, vroegere Koch Media, heb ik ook een mooie doos erbij gekregen bij de game. Ik heb hem natuurlijk op de PlayStation 5 gekregen. Een doos erbij en er zitten ook allerlei, ik denk dat het pers dingetjes zijn, pers gerelateerd, perspakket, kleine dingetjes. Wat heel erg leuk is natuurlijk, bijvoorbeeld een stukje lavendel, wat een belangrijk iets wat je kan vinden in de game. Een zakje met, om je neus te snuiten. Ik weet niet wat dit precies is. Moet ik even kijken. Stiekem. Even kijken. Oh ja, dit is een soort van munt of zo. Ja, een soort, ja, het is van hout, maar een medaille. Super tof natuurlijk. Een code erbij om muziek te downloaden van de game, zoals je hoort op de achtergrond. Zit best wel speciaal zelf, tenminste voor deze game gemaakte muziek zit erbij. En daarnaast had ik ook een art gekregen die erbij zit in een mooie hoes. En een boekje over de game. Heel erg tof natuurlijk gewoon om dat te krijgen als YouTuber zijn. Is het altijd tof natuurlijk om dingetjes te krijgen van uitgevers. Dikke shout out naar Plyon voor deze mooie merchandise doos die ik natuurlijk ga bewaren tussen al mijn andere dingen die ik heb gekregen. Want ja, het is altijd leuk om dat soort dingen eventjes lekker bij je te houden natuurlijk. En ondertussen natuurlijk gaan wij beginnen met een hele mooie nieuwe game. Ik zou zeggen jongens, like eventjes deze video. Geniet ervan, net zoals ik ervan ga genieten. En komt in ieder geval vaak online natuurlijk. Dus wij gaan er mee verder. Chapter 1, Under a New Sun. Kingdom of France. Juni 1349. Oeh, ik zie nou dat het wel echt grafisch nog mooier is. Ik vond toen de tijd al een heel mooie game, maar daar was het. Het ziet er echt heel vet uit. Natuurlijk is het spelen ook op een nieuwe console. Too fast for me. Come on, sorcerer, catch us! Hey, slow down. You'll exhaust our villain. This is your tower. It's evil. Doesn't he ever get tired? I really should get back to studying. Come on, we had a long journey today. Please, Mother said to try to exhaust him. Be brave, sorcerer. Your fight is far from over. Your mother's going to wonder where we are. It's been a long road. You have the right to stretch your legs. Follow King Hugo. Yes. Amicia! Nou. Ik ga wel kijken of ik even de audio van de spraak wat hoger kan zetten. Ik vind dat een beetje. Wat is het volume?
eigenlijk wat minder duidelijk voor me, in ieder geval. Iets aanpassen. Kijk, nou is het in ieder geval verhouding geweest iets beter. Hold R2 to sprint. In ieder geval de restanten van een kasteel, hè? Amicia, dat was haar naam, ja. Stop het je spelen. Oeps. Okay. I think we have to move around more to keep out of sight, my king. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I'm coming! He's on his way! Where are you? I can smell your fear. Or is it your royal bad breath? All kings fall, sire. Kan ik niet doorlopen hier? Zo. My powers. He's too strong. Oh, we aren't very good. Oh, let's do it again. Please, please, please. Fine. My black evil heart will enjoy the thrill of the hunt. Go! Go, you fools! This time, I'll only count to 5. Let's go, Amicia. Quickly, my king. Zo. En eromheen. Fucking, zou je schrikken, jongen. In de echt. Fair enough. Well, I'll get back to studying now. Lucas. Well, if I want to become an alchemist,
But you are an alchemist. I'm still your mother's apprentice. All right, go and study. We'll stay a little longer. Right. Goodbye. Come, let's see the rest of the castle. As you wish, good king. I'm glad Luke has stayed with us. Me too. We wouldn't be here if not for him. Daar naartoe, denk ik. Oh, can I climb those rocks? Of course. Just don't fall. I never... Yes. Thank you, go patrol the ramparts of his great wall. What can you see from up there? My kingdom. Is it prosperous? It was, but then Lucas attacked. Oh, yes. The infamous sorcerer. Oh, a river. It's the sea. Let's patrol there. Ja, toen de tijd was het leven een stukje makkelijker. Wow, very pretty. Bij de rivier. So, this is where my kingdom stops. That branch is your frontier. Yes. Why not? Look out, Demetia, the Amazon. Enemy ships coming. They're going to attack us. Oh no, what do we do? Stay at the frontier and sing them before they pass. Behind the branch. Got it! My mighty sling is yours! Take up the sorcerer's army! I see them! We'll save your land, my king! One down! Oh ja, moet één ingedrukt houden en dan. Dan kun je hem goed raken. Hoppakee. Hey! Hallo! Can I play? Zo. Zo. Oh. My king, the war is over. Let's keep following this river. You saw so many. You're a great captain. Tuna was nice. He was, yes. I'd like to have a friend like him. I know. But we'll settle down soon, and you'll make friends. You're sure? As soon as we know how you're doing. That could be a long time. Not this time. This time is different. I know it. I hope so. We'll have to plan this. You pull me up this time. Oh. Just kidding. I'll help you. You're too heavy anyway. So. How dare you?
able to. Ah, een beetje de basic controls. Oefenen. That castle is huge. What do you say? Do we attack it? All right. I'm ready. Now, charge! Ah, okay. The gate is closed, Captain. What do we do? Let me see. Hier kun je doorheen, maar kun je hier doorheen? Sneak in. Yes, it's a good plan. Oh, meerdere keuzes. Ooh, I feel evil around us. It's a bit dark. Come on, my king. They don't expect us to sneak in. Yes. Oh, I think the sorcerer's men are close. Really? Oh! Ooh. Ik schrok. No, but I want to go back now. I agree. That's enough for today. Yes. Amicia, there are food and clothes. People live here. We've broken their ceiling. Maybe they heard. Let's just be careful for now. You smell that? It smells like a fireplace. Yes. Okay. Oh, wat is dat? It's recent. These baskets, they're beehives. But why are they burned? I don't know. Let's be discreet and get out. Maybe it was an accident. Where are the people? Ja. Mag ik zie daar iets van hout? Waar je op kan staan en dan eraf kan springen, denk ik, ja. This way. Okay. Monsieur. Oh. What's going on? How many of you are there? Wait, we didn't mean to trespass. We fell here by accident. We'll leave if you show us how. Lies. I swear. I don't know what's happening here, but we have nothing to do with it. Lies! You bloody thieves! I'll cut you to pieces! Run! What the fuck? Come back here! We need an exit! The door! No, no! Come! You're trapped! Here! He's still behind us! Keep an eye out for an exit! In die game trouwens, hou je heel vaak kind vast. Dus je vecht samen zo eigenlijk zo. Oeps. Dat is mijn eerste dead. Monsieur. Ja. What's going on? Nou gaan we hoor. Come back here. We need an exit. Stop. Here. He's still behind us. Keep an eye out for an exit. Stop! Leave it to me! No! I should have thought of it before you lot stole from us! That's how we make sure they don't come back. I lost two, a boy and a girl. You didn't see them? No. So. The ground's the last we've got.
kill them if you find them. We must get out of here. Yes, Craig. They're crazy. What a mess. Now what use do you have for our meat and honey, huh? You're dead. Let's go. Ja, stelt hij. Oh mijn god. They got Brandon pretty bad. Shit. Let me see at the house. Looks bad. Dad will be back from the market any time now. Yes. Watch over him for now. Ja, en dan nu. Waar moeten we nu naartoe? Dat is de grote vraag natuurlijk. Misschien het huisje in. Dat bedoel ik. Oh, lekker. I don't feel well, Matthias. I don't give a damn! It's... whatever. That toolbox doesn't make a noise. It's the last time they'll come here. I tell you. You don't have to kill all of them, you lunatic. I just need to goddamn work. I need to get out of here. Someone's still hiding. Again! I'll find you, you bloody fools! Tool crate. Zo. Oké.
Chichi. Hij hoort het niet. Oh, wacht. Oh. Open. Up. Please! You were Dad's biggest mistake, but I will fix it. Stop! Hugo, stay behind me. Oh my God. Who are you? We got lost. We're leaving. Just let the boy go. You hear that, Remy? Are you with the thieves? No, we just arrived. Listen, it's our fault if he was late. You have no right to be here. Remy, you handle it. And don't disappoint me. But the boy. He's the right age to learn. You shouldn't have come. You don't want to do this, believe me. You talk too much. So. Oh, een mooi plaatje dit, hè.
Amicia? Don't hurt me. Where are we? Oh ja, ik kan me herinneren van vorige deel dit dan. Follow the birds. Wat mooi gemaakt dit, hè? Ja, is het weer. Who's awake? Did you sleep well? I was dreaming. Where are we? Was it your island dream again? Yes. I was sick, and then there was a big bird that saved me. But what happened, Amicia? The farm. We were playing by the river, remember? But you felt very tired all of a sudden. So I carried you back, and you fell asleep. It's probably just a lack of salt in your blood. But, Amicia,
It's been a long trip, Hugo. We're all exhausted. But the Red City's at hand. We'll get you checked there. You know, we're going to meet a great alchemist there. From the Order. They know the macula very well. They've been studying it for centuries. Yep, they didn't come to help us in Guyenne before we had to flee. They didn't know the Inquisition would come after us. They are ready to welcome us now. Let's hope they'll make up for it then. They will. The macula's not just in Hugo's blood. It concerns everybody. And it can change everything. Ik na te denken hoe het precies allemaal ging, natuurlijk. Dat is een tijd geleden alweer. Wat is dat? Ik weet het niet. Be careful. Let's see. Hello there! Hello. What's going on? We're looking for a boy and a girl. What did they do exactly? They trespassed on a family's property. There was an argument and men were slaughtered. The younger brother witnessed it. Well, that's horrible. I hope you find the culprits. Oh, I do too. The boys are my nephews. Mother, we need to leave. Now. Yes. Sorry, we still have quite the road ahead of us. Hello. We won't take long. Goodbye. It's them. Come here. No. Don't let her get away. Oh. Zo. Oh my god. Oh. Ja, je bent dood, ja, inderdaad, ja. Thank you.
Oh! Waar kwam hij vandaan? Die zag ik niet aankomen. Nou. Zo. Probeer door de map heen te komen zonder nog een keer gezien te worden. Kut. Kut. Ja. En weer dood. Zo. Bye. It's over. It's all right.
Dat is chap 2. Daar gaan wij natuurlijk stoppen. Ja, ik zou zeggen, jongens, like even deze video. En we zijn weer snel terug met het volgende deel.